Precies een jaar geleden kreeg Dijksma de Utrechtse Amstketen. Ze moet de stad leren kennen tijdens de coronacrisis en dat maakt het niet makkelijk. Dat betekent dat ik soms letterlijk één op één werkbezoeken heb gedaan. Veel buiten heb gedaan. En geprobeerd heb om ook via bijvoorbeeld het scherm, via Zoom en Teams, heel veel mensen te ontmoeten. En daar waar dat kon ook fysiek. Ze leert de stad en haar inwoners kennen, maar gaat ook direct aan de slag met haar politieke plannen. Dijksma wil de criminaliteit aanpakken. Het is een belangrijk onderwerp voor haar. Omdat ik mij grote zorgen maak over de greep die de zware drugscriminelen hebben op grote delen van de stad, op jonge mensen vooral ook, die ze ronselen. Daar moeten we iets aan doen en ik ben ook wel trots dat juist vandaag de Raad ook mijn voorstel gaat bespreken. Terugkijkend op het jaar concludeert ze dat er al veel werk is verzet, maar dat er ook nog genoeg uitdagingen liggen voor de komende jaren. Op het terrein van veiligheid, op het terrein van verduurzaming van de stad. Maar ook het op de kaart zetten van Utrecht. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. We horen positieve geluiden van de burgemeester. Maar niet alles is leuk aan een nieuwe baan en een nieuwe stad, toch? Nou, ik heb er al wel een grap over gemaakt, want dit is een fantastische stad, ook om in te wonen. Ik woon hier nu ruim een half jaar en dat bevalt me echt heel goed. Vrouwen met smalle hakken op de oude keien in de binnenstad, dat is niet zo'n hele succesvolle combinatie.